Hoi, ik ben Marleen en dit is aflevering 32 van mijn breipodcast. Ik heet Sunne Sienits op Instagram en zo kun je me ook vinden natuurlijk op YouTube, zoals je nu hebt gedaan. Heel erg leuk en gezellig dat je aan het kijken bent. Ik praat vooral over gebreide dingen die ik heb gemaakt. Ook wat een genaaid kledingstuk die ik aan heb. En het is vooral over breien. Het is al enige tijd geleden dat ik heb opgenomen. En dat komt eigenlijk omdat ik gewisseld ben van werk. Ik werk nu in de huisartspraktijk weer als arts. Als basisarts nog. Dus ik ben nog niet. Ik heb nog niet de huisartsopleiding af. Maar ik vind het weer heel erg leuk. 2 dagen in de week. En het is echt heerlijk. Het is gewoon heel leuk. En weer leuk om die passie weer wat aandacht te geven. Maar ik heb natuurlijk nog een andere grote passie. En dat is breien. En daar praat ik je dus heel graag doorheen. En ik dacht, ik moet nu opnemen. Ik had zoveel zin om even een aflevering op te nemen. Want we gaan volgende week, 2 weken op vakantie met de caravan naar de camping. Ik dacht, ja, nu is het moment. Want anders dan ga ik het uitstellen en dan duurt het weer zo lang voordat ik heb opgenomen. Dus daar had ik eigenlijk helemaal geen zin in. Dus ik hoop dat ik jullie mag verblijden met een nieuwe aflevering. Ik heb een hele stapel boeken, want ik heb ook oude dingen aan. Oude dingen af, zoals deze. Ja, dus vandaar dat ik af en toe echt wel even die boeken nodig heb om even te checken van wat heb ik nou ook alweer gedaan toen. Ik heb dus de Kimi kimono aan van Trust the Mojo. Het is een lange kimono eigenlijk. Je kunt hem natuurlijk ook veel langer breien. Ik heb hem gebreid met Pima Cotton van We Are Knitters, of De Cotton heet het volgens mij. En gewoon eigenlijk de kleur naturel. Het is gebreid, staat dat er nou niet? Oh ja, op 5 mm naald. En ik heb maat LXL gebreid. Even zien. Het is een top-down. Gebreid en dus allemaal met lace. Het enige nadeel vind ik dus echt van de cotton. En ik denk eigenlijk, want Evelien maakt het. Heet ze nou nog steeds zo? Volgens mij wel. Evelien maakt het, zo kun je haar vinden op Instagram. Zij heeft ooit uitgeprobeerd met het wolwasmiddel Eucalan. En normaal wasmiddel. En dan het kleurverschil. En dat is dus serieus met deze dus gebeurd. Dat zie je dus heel duidelijk. Op video zie je het nog duidelijker dan in het echt. Maar van afstand zie je het gewoon. Gelukkig is het in dit geval echt een goede streep. Maar ik heb een ander kledingstuk met een hemdje gemaakt. Of een klein soort van lace vestje, zeg maar, gemaakt. En daar zitten gewoon vlekken op. Ik vind het echt heel bizar hoe dat nou kan. Maar goed, eigenlijk met katoen, hoeft ook helemaal niet in die Eucalan. Want het heeft helemaal geen lanoline nodig. Want in die Eucalan wasmiddel zit dus eigenlijk, lanoline. Om dan eigenlijk de wol weer die eigenschappen terug te geven die er eigenlijk een beetje tijdens het verwerkingsproces, om er echt een draadje van te maken, eruit zijn gegaan. En dat maakt juist wol zo waterafstotend en wat vettiger, zeg maar. Maar dat is dus het enige nadeel, vind ik, met dit vestje nu. Ik hou wel echt van die luchtige vestjes zo in de zomer, dat je die gewoon lekker over kan gooien. Dat vind ik heerlijk. Want nu bijvoorbeeld vandaag is het wel grijs, maar ja, ik vind het best wel warm eigenlijk. Dan is het heerlijk om dit gewoon zo over je heen te gooien, dat je net een wat warmer laagje aan hebt. En het is ik vond het een heel simpel, eenvoudig leespatroon, wat echt wel te doen is, want er verandert niet zo heel veel gedurende het patroon. Je breidt het dus wel in patronen. Ik heb het dus, ik zei top-down, maar het is down-to-top. Ja,
Dus van beneden naar boven. Ik heb het dus in één stuk gedaan, terwijl het volgens mij in patroondelen is. En zelfs dat was gewoon makkelijk te doen. Met gewoon eigenlijk zo hierboven dan met zo'n Kitchener stitch aan elkaar vastgemaakt. Ik dacht dat dat alles was wat ik wilde vertellen. Oh, dat staat ook nog. Ik heb de onderkant 9 keer herhaald en toen de armsgaten. Mocht je het willen gaan breien. En de schouder-armsgaten heb ik 5 keer het patroon herhaald in plaats van 4 keer. En ja, dat was het eigenlijk, denk ik. en wat ik ook nog aan heb is de Hinterland jurk van Sue Liberated. Die heb ik echt al heel lang geleden afgemaakt. Maar ik weet het niet. Ik vond het een heel leuk patroon. Zeker als ik andere mensen ermee... want mijn naaijuf had hem, heeft hem ook volgens mij in verschillende kleuren ook gemaakt. En toen zat zij hem aan. Toen dacht ik, zo, ik vind dat een leuke jurk. Die wil ik ook. Natuurlijk ook bij Sarah van It's a Sarah gezien. En toen had ik hem dus al gemaakt, soort van. Maar niet nog afgemaakt. En toen dacht ik, nou, ik ga hem toch afmaken. Want volgens mij gaat het me echt wel staan. En elke keer dacht ik, nee, ik weet het niet. Dat is net niet iets voor mij of zo. Dus toen dacht ik, nou, het ligt aan de hals. Dus toen heb ik nog ik had mouwtjes eraan. Die heb ik afgehaald. Toen heb ik zelfs nog dit helemaal aangepast. Dat het iets smallere bandjes waren. En toen dacht ik, nee, ik draag het gewoon nog steeds niet. En op een gegeven moment dacht ik, het ligt aan die rimpeling. Het is gewoon die rimpeling die ik niet... ja, hoe zeg je dat? Die mij, want ik ben best wel groot. Ik heb lange benen. Dus als dan het lichaampje, het lijfje eigenlijk al kort is. En dan beginnen die rimpelingen. Dan krijg ik hele rare verhoudingen. Tenminste, dat vind ik zelf. En toen dacht ik, ik ga gewoon die rimpeling eruit halen. Dus dat heb ik gedaan. Ik ga wel heel even staan, dat je het goed kan zien. Het is wel hier een beetje misgegaan. Maar ja, doen we net alsof we dat niet zien. Of ik zit gewoon met mijn armen over elkaar. Maar ik heb dus eigenlijk al die rimpelingen die je normaal gesproken eigenlijk met de naaimachine maakt. En dat is misschien ook nog wel heel leuk om te horen. Die rimpeling die maak je door eigenlijk de naaimachine qua, hoe zeg je dat, grootte van de steek. Dus je hebt steekjes die dan of heel kort op elkaar zitten of heel groot, maar dat kan je dus instellen. Dan zet je hem op de grootste steek en dan naai je eigenlijk 2 rijen naast elkaar. En dan zorg je dat je heel veel draad aan de ene kant hebt en aan de andere kant. En dan kan je eigenlijk zo trekken, waardoor je heel erg gelijkmatig kan gaan rimpelen. En dan zet je hem vast aan het lijf. En dan naai je hem vast. En eigenlijk die losse draden die je hebt gebruikt voor het rimpelen, kun je er heel makkelijk zo uittrekken. Heel leuk om te doen. Alleen Marleen vindt het niet zo heel erg leuk om dat aan te hebben. Nou, ik ben heel erg blij dat ik besloten heb om het uit te halen. Want daardoor is het eigenlijk... vooral als je gaat liggen, maar alleen nog beter. Ik ga nog even staan. Dan is het gewoon eigenlijk de jurk die ik wil hebben. En doordat ik dit nu heb gedaan, dacht ik eigenlijk... ik wil hem nog een keer maken, maar dan in een hele soepele stof. Dus bijna viscose-achtig. Zodat hij echt heel erg slieperig valt. En dan ga ik, denk ik, het lijf, zeg maar, ja, misschien zelfs nog wat een maatje kleiner maken. Eigenlijk dat de rok mooi eigenlijk in een soort van klokrok valt. Dus dat lijkt me eigenlijk het mooist. En want ik vind die knopen het leukst. Niet de hele jurk, maar de knopen. Nou, ik vind dat gewoon heel erg gezellig. Ik heb de zakken ook verwijderd. Ook al vond ik dat eigenlijk wel heel erg gebruiksvriendelijk, zeg maar. Maar het maakte ook voor mij dat model. Ik heb al lekkere brede heupen en dat accentueert het dan een beetje te veel. Heel jammer, helaas. Maar voor mij helemaal prima. En dat ik ben eigenlijk wel blij dat ik eigenlijk wat heb gevonden wat ik heel leuk vind en wat me goed staat. Al zeg ik het zelf.
Ja, dus dan dit boek kan weg. Even zien. Dan, wat ik dus nog weer af heb, is de Woodland Ripple. En dat is deze. En daar ben ik zo blij mee. Want ik vind hem zo mooi. Ik ben echt, ach. Ik denk dat ik gewoon mijn hele leven al dit heb gewild. Zo'n deken die golvend is, net als de zee eigenlijk. En iemand die reageerde een tijd geleden van, oh, je hebt echt kleuren gebruikt die dan, alsof je de hele tijd van het strand naar de zee, naar de schelpen, naar het strand, naar de zee gaat. En dat ik dacht, oh, toen, ik weet dus niet meer wie me daaraan heeft geholpen om daaraan te denken. En daardoor werd het nog meer een werkje wat helemaal bij me past of zo. Ik weet het niet. Ja, ik ben zo blij. Het was eigenlijk natuurlijk als restjesproject begonnen. En ik denk eigenlijk dat tot hier was, zijn het ook allemaal restjes geweest. Maar hier op een gegeven moment heb ik van, ik denk van gewoon Jans, dat dit de koffie, het koffierijtje is. En toen heb ik ja, ook nog allemaal andere dingen van een sjaal en zo erin gedaan. En op een gegeven moment heb ik bij de Knit & Not vorig jaar, of 2 jaar geleden misschien al, heb ik ook een aantal fingering garen gekocht. En die zitten er dus ook in. En nu heb ik bij het laatste stukje, ik denk vanaf hier, dit heb ik nog bij, hoe heet ze nou? Tem van Olivia en Oliver Fibers nog gekocht. En ja, op een gegeven moment toen lag ik erom en toen dacht ik, nou, volgens mij is die gewoon klaar. Ik leg hem dus wel zo op de bank. Zo ligt mijn ding op de bank. Want het plan was eigenlijk om een echte sprei te maken over een eenpersoonsbed. Maar toen dacht ik, ja, ik doe hier best wel lang over. Ik heb uiteindelijk 425 steken gedaan. Want je moet een veelvoud van 17 doen plus 1 steken. Dus dat is een gratis patroon van Addict24. Dit is dus de Woodland Ripple Blanket. En ik heb hem gehaakt op een 2,5 mm haaknaald. En ook eigenlijk dus over één rij heen en terug deed ik bijna wel 1,5 uur. Ja, dus reken maar uit hoe lang hebben we hierover gedaan. Nou moet ik wel zeggen, de laatste maanden heb ik er echt een beetje gas op gezet. En dan ging het wel wat sneller. En ik denk ook wel, dit is gewoon ook een lekker werkje. Dat als je weer een leuk bolletje wol hebt of je hebt weer wat restjes, dan ga je er gewoon aan verder. Dus het zal misschien nooit af zijn. Maar ik vind voor nu, we kunnen hem gebruiken. En meiden, omdat het gewoon, ja, het is gewoon echt wol en geen katoen. Hij is echt warm. En dus de meiden die liggen er heel veel onder. En dat maakt het gewoon een heel leuk, ja, echt een item die het hele gezin eigenlijk kan gebruiken. En dat, daar word ik heel erg blij van. En ja, hartstikke leuk. Ik heb ook wel geprobeerd uit te rekenen hoeveel één rij zou zijn qua gram. Wat je nodig hebt als je 425 steken doet per rij. En het is ongeveer iets van 15 gram wat je nodig hebt om heen en terug te haken. En ik vergeet helemaal te vertellen, maar het is, je krijgt het golvende effect, ik zet iets dichterbij, door eigenlijk hier over te slaan en hier eigenlijk in één gat dubbel te haken. En dat maakt het eigenlijk een heel leuk en gezellig projectje. En ook een projectje vond ik serieus, nog steeds, dat, waarbij ik niet zo heel veel na hoefde te denken. Dus het was een soort van, ik kan best wel als ik aan het breien ben, denken, oh ja, wanneer is dit nou af? Of ik moet nog zo en zo dat nog doen. Of dat ik heel erg kan denken en plannen. En eigenlijk moet ik dan heel bewust zeggen tegen mezelf, hou ermee op Marleen, ga gewoon breien. Maar bij deze, met het haken, met dit patroon, omdat je de hele tijd moet tellen. Dus je bent, maar het is heel simpel tellen, want dit gedeelte moet je de hele tijd één overslaan. En dan tel je weer van, nou, ik heb precies zo en ik zit precies op het goede, hoe zeg je dat?
Deze in het midden zit precies onder die in het midden. Nou, en dan ga je weer verder en dan moet je hier een aantal dubbelen doen. En dan heb je dat geteld en dan ga je weer verder. Dus ja, ik weet het niet. Het maakte mijn hoofd heel erg helder en rustig. En ja, daardoor was het heel verslavend, dit werkje. En denk ik dat ik het ook nog wel eens lekker vind om af en toe gewoon nog eens eraan te werken. Maar voor nu is hij klaar. En zijn we er heel erg blij. dan, even zien. Ja, dan mag dit boek ook weg. Dan heb ik de Barbrew top. Dat is deze. Die heb ik, dat is een patroon van Knitting for Olive. Ja, het is Knitting for Olive, toch? Ja. En de ontwerper zelf, die ontwerpt dus best wel veel voor Knitting for Olive. En daarom wordt ze vaak niet vernoemd in die patroon als je ze koopt in Ravelry. Dus dat vind ik een beetje jammer. Maar ze heet dus Pernille Larsen. Het is echt een prachtig ontwerp. Het is een heel simpel steekje die je aan het maken bent. Die ook echt herhaling heeft. Elke acht rijen of zo. Ik heb Exintin Line, dus de dunne linnen van Sandeskarn gebruikt. Kleur 4612. Ik heb 3 bolletjes gebruikt voor maat M. Achteraf, hij zit best wel een beetje aan de passende kant. Ik denk dat ik hem wel nog een keer zou willen breien, maar dan echt in de maat L. Of misschien zelfs XL. En je breidt hem op een 3.0 mm naald. En ik vind echt door die tinline is het een prachtig, heel airy, ja, zo'n soepel stofje geworden. Het is ook heel zacht, vind ik. Ik brei nu ook een in line, dus in de dikkere variant. En dat is toch wat stugger. Dit is echt heel soepel en er zit ook een beetje een glansje op. Ik vind het echt heel mooi. Maar ik ga hem denk ik dus toch ooit nog eens, ik weet niet of dat nu al is, maar ooit nog eens in een wat grotere maat maken. Ik heb overigens, want eigenlijk moet er voor- en achterkant zijn, dat heb ik niet gedaan. Dus ik heb eigenlijk de voor- en achter, hoe zeg je dat? Bandjes heb ik even lang gemaakt. En dat heb ik dus niet genoteerd hoe vaak ik dan heb herhaald. Maar dat kan ik wel even tellen voor je. Dat is 2, 4, 6. Oh ja, 6. Dus ik heb eigenlijk, ja, als je het patroon hebt, dan begrijp je wat ik bedoel. Maar ik heb dus 6 gedaan. Dus dat is echt wel 2 meer aan de achterkant en 1 meer aan de voorkant. Want achter was hoger in het patroon. En even zien, voor mijn gevoel had hij ook wel iets langer kunnen zijn. Ik zou ook nog even een fotootje inpassen hoe die dan eigenlijk bij mij staat. Ik vind hem echt prima hoor. Het is echt heel mooi. Maar op de een of andere manier heb je toch altijd als je dingen maakt dat je denkt, oh ja, de volgende keer kan dat en dat beter. En dat blijf ik dan wel echt te hebben. Even zien, kijken wat ik nog meer heb geschreven wat wel interessant is. Ja, oh ja, dat is ook, want je begint met heel veel steken op de, je begint eigenlijk aan de onderkant. Dus het is een down to top hemdje. Maar aan de onderkant begin je met heel veel steken. En dan op een gegeven moment denk je, nou komt dat nou goed, maar het komt goed. Dus geen zorgen ervoor, het klopt echt en je gaat op een gegeven moment gewoon minderen. En dat is eigenlijk ook door het leespatroon je... Je meerdert en in de rij ga je dan weer minderen. En dat is dan eigenlijk het patroon. Ja, heel erg leuk en ik ben heel erg blij mee. En ik denk dus dat ik hem echt wel weer wil gaan breien. Maar ik heb nu zoveel werkjes nog op de naald en ik wil alles even af. Zodat mijn hoofd ook een beetje leeg blijft. Dat ik eigenlijk een soort van weer met een schone lei verder kan. Dan hebben we de Grain Show. Die is af. En daar ben ik heel erg blij mee. En die hebben we. Even zien. Ik ben wel blij dat ik alles heb opgeschreven, want anders zou ik het echt niet meer onthouden. Dit is een patroon van Tink & Knits. En ik heb deze gebruikt met 3 strengen van Olivia & Oliver Fibers. Ik weet even niet welke kleur het was, maar dat, ik kan me wel herinneren dat ik me dat in het vorige filmpje heb gezegd. En je breidt hem op een 3.25 mm naald. En
deze, dit is een onion nettle sokgaren van onion. En deze rand, die groene rand, heb ik de cotton gebruikt van Bioknitters. Hier zit echt al een heel lang verhaal over, want ik wil deze dus al heel lang. Ik had hem ook een tijdje, maar toen heb ik hem dus doorverkocht aan een vriendin van mijn moeder, omdat die wilde hem heel graag. En toen dacht ik, ja, maar dan heb ik dus niet voor mezelf, want ja, eerlijk is eerlijk, de zomers in Nederland zijn niet altijd wat ze moeten zijn, zoals ook vandaag. En dan vind ik het dus heel vaak wel fijn om een sjaal mee te hebben, zeker als je s'avonds nog buiten zit of op het strand bent. En gewoon dat je even die warmte om je heen wil slaan. En nou, dus daar ben ik heel erg blij mee dat deze eigenlijk af is. En toen die af was, toen werd het opeens heel mooi weer. Dus toen dacht ik, ja, het heeft gewoon zo moeten zijn. Alleen, ja, het blijft niet echt heel mooi. niet gezegd dat ik dit dan heel erg vind. Want ik denk dat elke breister dat wel heeft. Dat als het regent, dat je dan denkt, oh heerlijk. Dan heb ik een legale reden om lekker binnen te breien. En af en toe wel natuurlijk naar buiten te gaan, want dat is ook heerlijk. Maar ja, ik weet niet, dat knussige gevoel vind ik altijd wel, blijft het gewoon heel erg fijn. Dus deze die is heerlijk af. Ik heb wel nog ook ander garen liggen en dat is van, hoe heet hij nou? Ik weet het niet. Ik heb nog drie bollen van nog iets rozer. Dat lijkt me ook wel heel erg leuk. Dus dat, wie weet, ga ik die ook nog maken en dan kijken we even wat we met deze doen. Maar voor nu heb ik een heerlijke sjaal. En dan de andere sjaal. Dat is de What the Fate sjaal. Even zien waar die nou ook weer was. Ja. Sorry. Dat is hem. Want daar heb ik nu ook de wol van gebruikt. De We Yarn Company. Van hem heb ik dus nog drie roze garens. En daar wil ik eigenlijk, denk ik, nog zo eentje van maken. En hij kan echt zo leuk verven. Hij staat altijd wel met z'n tweeën op de Knit & Not. Dit jaar is er dus geen Knit & Not in het najaar. Dat is echt heel, heel erg. Toen ik dat bericht las, dacht ik, hoe kunnen jullie dat ons aandoen? Het is dan dat het leuke festival van It's a Sarah in november is. Dat het een soort van enige troost of een hele grote troost natuurlijk is. Maar ik wel dacht, jongen. Maar goed, de We Yarn Company, die zijn strengen die worden ook verkocht trouwens bij Cross & Woods. De Woods, de wolwinkel hier in Den Haag. En, maar hij staat altijd met z'n tweeën. Dus ik vroeg me af, verft hij dan ook eigenlijk met die andere, zijn collega? Of doet hij nou het verf alleen? Maar in ieder geval, ik vind echt zijn kleurencombinatie echt geweldig. Even zien, ik zal even laten zien welke garen dan van hem is. Ja, ik heb hem een beetje opge... Ja, ik vind het echt heel mooi. Echt prachtig. En dit is dus, even zien, Yaldiyak sok garen. En ik heb ook van Atelier het Wolbeest, heb ik deze. Net andere kleur. Lijkt heel erg op elkaar, dus zo even één, maar het heeft net iets anders. Dus die ga ik dus met elkaar een beetje wegveden. Een beetje chaotisch, maar ik ben dus What the Facial aan het maken van Andrea Mowry. Het is een sjaal die wordt gebreid op een 325 mm naald. Ik was heel erg ver, maar een aantal dingen gebeurt. Dus dit is het brioche gedeelte en ik was echt al, ik had hem al bijna af eigenlijk. En toen, op een gegeven moment merkte ik dus, want je doet een I-cord, je breidt eigenlijk al gaandeweg, even de draadjes goed, al gaandeweg brei je dus een, ik weet niet hoe we dit nou doen, Emmeling, brei je een soort van I-cord aan het randje. En je ziet het al een beetje, dat hij trekt. Best wel. En dat geeft een heel mooi randje. Maar ik vond het op een gegeven moment dat ik dacht van ja, ik ben eigenlijk net zo ver als met de Grain Shawl.
zoveel rijen heb ik al gebreid. Maar doordat dit zo kort is, krijgt hij een hele rare vorm. En toen dacht ik, ja, dan krijg ik Marleen. Dan krijg je weer zo'n baard, wat jij altijd doet. Want ik hou er altijd van, zeker in de winter, om mijn sjaal gewoon heel snel zo om te slaan. Nee, je ziet het nu al gebeuren. Dan snap je dan. En als dit dus heel lang is, dacht ik, ja, dan krijg je. En het is bruin. Dan krijg je zo'n soort van mega baard idee, zeg maar. En dat dacht ik, ja, dat wil ik ook niet. Want ik, ja, het moet wel een beetje in verhouding zitten. Dus toen dacht ik, nou, ik haal hem toch uit. Nee, toen dacht ik nog, dat was het. Toen dacht ik, ik haal de steekjes aan de zijkant van de I-cord rand eruit. En die kan ik heus wel weer oppakken, één voor één. Nou, dat ging dus niet goed. Maar gelukkig was ik er echt wel oké mee dat ik hem opnieuw moest breien. Dan, want ik had ook een bepaald andere kleur garen er doorheen gedaan. Deze. De lichtere kleur, waarvan ik eigenlijk dacht, ja, het wordt dan zo streperig. En ik hou niet zo heel erg van die hele duidelijke, contrasterende strepen. Dit vind ik dan nog wel oké, maar dit is dan de onderkant of zo. Dit vind ik er ook nog meevallen, omdat het zo brioche-achtig is. Maar als je echt van die strepen zo, wat dat was. Ik zal even een foto anders even tussen plaatsen. Toen dacht ik, nee, dat wil ik echt niet. Dus toen heb ik besloten, nou, we halen hem maar gewoon helemaal uit. En ik had ook in het begin, ik weet niet of ik dat nou in het vorige filmpje wel verteld. In het patroon staat eigenlijk dat je, want dit is een soort van boom eigenlijk. Een soort van arch, zo noemen ze het. En ik vind het ook echt een boom, maar ik vind dat hij dan wel mooi moet doorlopen zo. Terwijl eigenlijk in het patroon is het dat je alles hier recht breidt en dan meerdert. Maar dan krijg je niet zo'n mooi steekje als je zo met tricot heen en weer gaat, krijg je niet zo'n heel mooi, ja, één zo'n rechte gebreide steek. Zo dat je echt zo'n, ja, naad hebt, soort van. Dus wat ik nu doe, is op de goede kant, waarin je dan steekjes moet meerderen, dan brei ik eigenlijk hier zo, meerder ik eerst aan de ene kant van dit ringetje. Dan brei ik hem. En dan meer ik weer. En op de teruggaande weg, dan brei ik tot het ringetje. En deze steek brei ik eigenlijk niet, de middelste, zie je dat? Dus dan gaat de draad erachter langs. En dan die, waardoor je eigenlijk een slipstitch krijgt, die een beetje uitgerekt wordt. Maar waardoor je die wel heel mooi, zo'n mooi punt krijgt. Dus al met al gaat hij dus wat langer duren voordat hij af is. Maar ben ik wel heel erg blij met het feit dat ik hem toch nu opnieuw doe. En nu ga ik alleen maar bruin laten veden. Zeg maar aan deze kant. Dit gedeelte. Dus, nou ja. En ik dacht, nou, op vakantie is het ook heerlijk. Want op vakantie wil je gewoon eigenlijk een tricotsteek hebben. Waarbij je alleen maar lekker recht hoeft te breien. Dus dan met de kinderen, als die lekker aan het knutselen zijn of zo, dan kan ik dit doen. En als het dan wat is, dan kan ik het zo weer wegleggen en dan weer helpen. En dan, nou ja, goed, hè, je begrijpt het wel. dus daar ben ik ook nog heel erg lekker mee bezig. Even zien, er zijn nog heel veel andere dingetjes die ik wil laten zien eigenlijk. Maar omwille van de tijd. En omdat ik ook een stok achter de deur wil hebben voor na de vakantie, dat ik dan gewoon weer verder ga opnemen. Laat ik het even hierbij. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken en voor het eigenlijk altijd ook de hele lieve woorden die jullie altijd onder de filmpjes zetten. En ik ben echt zo dankbaar voor wat het opnemen van deze filmpjes me heeft gebracht. En ik hoop ook wat het jullie brengt. Hè? Dat, een beetje een stukje gezelligheid hoop ik te brengen. Ja, ik vind het gewoon echt geweldig. En ik hoop ook echt om veel van jullie ook te kunnen zien op dat prachtige festival wat Sarah aan het opzetten is, aan het organiseren. En ik heb al kaartjes gekocht vandaag. Ik ga daar ook heen met mijn moeder met name. En ja, dat wordt gewoon hartstikke leuk. Ik heb er echt zin in. En ja,
En ik heb ook heel veel zin in de vakantie. Ik hoop dat jullie ook een goede vakantie hebben die je in ieder geval met je dierbaren kan doorbrengen. En ja, ik hoop dat ik jullie weer zie, of nee, dat ik weer kan opnemen na de vakantie. Ik wens jullie een hele fijne dag en wees lief voor jezelf en wees lief voor je breiwerk. Want dan is je breiwerk ook lief voor jou. En ja, tot ziens. Doei!